driejarige geven we 100 euro. Stuit de bom. Ik kan toch niet betalen, kijk. En dan kan je niet kopen, toch? Nee, ik denk niet dat je die kan kopen, maar dat is wel heel mooi. Hoog houden, hè? 1, 2. Ja, bijna. Het is helemaal chaotisch, hè, jongens. Nog meer snoepjes. Kijk eens even. Zo, ja. Nou, hey Vera, zijn we er? High five. We zijn de drie kusketeers. Yes, welkom bij een nieuwe video van... De Bakkertje! Maar, wie hebben we ook bij ons, jongens en meisjes? Vera is erbij en we gaan een heel leuk experiment. Een driejarige geven we 100 euro en dan gaan we kijken wat ze ermee gaan doen. Ja. We moeten natuurlijk eerst even... Geld pinnen, ja. Komt ze nog? Dat is die kant op. Oké, nou we gaan nu even geld pinnen. Doe jij van mij pinnen? Ja. Ja, oké. Oké, wil jij de pincode invoeren? Ja. Maar dat mag je niet tegen mama zeggen. Oké, wil je 20, 50, 70 of 100? Ja. 100? Ja. Ik zou de 100 doen. Wat? Oh. Wauw, Vera. Kijk eens even. Stop maar even in je zak. Ja, zit het? Yes. Nou, de grote vraag is nu eigenlijk of ze die 100 euro zo direct nog in de zak heeft. Want het zag er niet heel erg safe uit. Jullie zetten zo naar deze broek. Kijk, die kan je kopen voor je papa. 40 euro. Wil je die kopen voor papa of nee? Nee, hè? Wil je een appel kopen? Of wil je naar de speelgoedwinkel? Ja? Speelgoedwinkel? Winkel! Kom, rennen naar de speelgoedwinkel en dan gaan we. Wil je die? Die kan je niet betalen. Die kan je niet betalen? Wat? Stuiterbal? Ik kan toch niet betalen? Kijk, dit is toch hele zaak? Ja, oh zo. Ik denk die stuiterbal duurde 100 euro. Wauw. Oké, maar als je dit koopt, dan heb je nog 98,50 euro over. Kijk, zo'n mooie tractor. Vrachtwagen tractor, vind je dat mooi? Nee. We gaan naar de roze afdeling, jongens en meisjes. Ja, als jullie denken waar ze Sam en Pip, die zijn gewoon zelf gaan zoeken naar leuke dingen. Ja, dat mocht. Oh, dat mocht. Oh, die is ook mooi. Huh? Ja. Papa, weet doe je die ook? Waar zijn je stuiterballen nou? Die heeft mama. Oh, die heeft mama, oké. We gaan nu verder zoeken. We hebben tot nu toe een bal en stuiterballetjes. Dat is niet heel veel. Een fiets. Maar jij hebt ook nog een ding. Dit, toch? Oh, dit, toch? Drie, nee. Dit heb ik al. Die heb je al. We en dan even... kan je niet kopen, toch? Nee, ik denk niet dat je die kan kopen, maar dat is wel heel mooi. Oh. Oh, die is het fit cutie. Deze hebben. Ja, die is wel echt heel erg schattig. Ik wil deze hebben. Zou ik zelf ook wel willen hebben. Oké, we gaan even alles wat ze verder willen hebben, gaan we hierin doen. Ja, gooi er maar bij. Ze doet ook echt zo. Het is niks. Ik wil deze hebben. Nou, doe je er ook bij gooien. Zo, die is mag vet. Mag ik ook een keer? Dit is heel vet. Dit is voor jou een beetje te... Oh, de band is lekker in achter. En... Kijk eens even. Jongens, we hebben eindelijk iets groots gevonden. Hoog houden, hè? 1, 2. Ja, bijna. Wil je die hebben? Oh, die is wel echt heel leuk. Nou, pak hem maar. Ja. Oh, ik moet alles goed vasthouden. Oh, Vera begint nu los te komen, jongens. Ja, hou echt even vast voor je pinsusje. Hier. Oh, een lui is voor de baby. Ja, leg er maar bovenop. Kijk. Even afrekenen. Ja. 0 euro, 1 cent. 0 euro, ik denk. Ja, wat is het? Oh, ja. Zo beter? Moet ik ze vasthouden? Nee. We moeten hier. Nou jongens en meisjes, we gaan afrekenen. Hier, Vera, geef je even alles aan deze manier. Oh, ik heb deze. Ja, mooie stifter. Ja, nou, we gaan even kijken jongens, we zitten nu op een bedrag van 31,92. Nou, dat valt toch wel mee? Oh, nou. Flamingo? Ja. Zo. Ja, die... Je weet het goed uit, kind. 9... Nou, hallo Vera. Ik wil deze. En natuurlijk is Sinterklaas, want Sinterklaas is al lang voorbij. Sinterklaas is gewoon weer weg. Ik wil deze. Helemaal chaotisch, hè, jongens. In jouw jas. Oké, kijk, het steekt er al uit. Die mag je aan die meneer geven. Kijk, Vera, high five. Weet je voor hoeveel geld je hebt gekocht? Wat doen ze een gokje? Voor 1 euro, voor 10 euro, 20, ja. 30? Hoeveel? 30? Doen ze een getal. Zeg maar een getal. Getal. Maar je hebt nog wat centjes over. Wat voor winkel zou je nog willen? Wil je nog naar een kledingwinkel, naar de snoepwinkel, snoepjes halen? Snoepjeswinkel? Nee. Lekker. Ja? Gaan we naar de snoepjeswinkel? Oké. Ze heeft nu nog 11 euro over. Oh, dat is heel weinig. Dat is heel weinig. Ja, we zijn veel geshopt, jongen. Ja. Nou, we gaan snel naar de snoepwinkel toe. Netflix. Netflix? Netflix? Ja. Ik weet niet of jullie Netflix zien, maar ik zie geen Netflix. Huh? Nee. Ah.
Oh, lekker. Hier, ja, dan moet je even een zakje pakken, want je hebt nog 11 euro over, Vera. Dus je moet goed nadenken wat je gaat doen. Oh nee, oh, oh nee. Nee, oh nee. Oh nee, ze gaat alle chocola eten. Ik wil deze. Jij wilde zo eentje? We hebben een eentje, dat past heel goed. Oh jee, dat past niet. Wel, we hebben er nog één. Wat hier? Even los, jongen. Vera heeft altijd even een soort opstart momentje nodig. Zij gaat gewoon de hele rij af. En dan gaat... Kijk maar. 11 euro weg, Pip. 1100 euro. Deze, pak een schep maar. Okay, mag ik ook? Yes. Normaal doen ze dan met schepjes, hè, schat. Oh. Ik dacht al dat ze roze waren. Nee, je mag... Oh, ik schrok. Ik dacht dat ze verder gelijk weer eten. Ja, die denkt ik eet het pas op. Dan hoef ik niet af te rekenen. Dat is heel slim. Jongens, ik moet gaan bijpinnen volgens mij, want het gaat niet helemaal lekker. Ik denk dat die 11 euro wel bereikt is. Leg hier wanneer nog meer snoepjes. Kijk eens even. Zo, ja. Nou, hey Vera, zijn we er? High five. En ze gaat er verder. Oh jongens, Vera, wat heb je allemaal? Kijk eens even, zo. Wat is dit? Ja, dat is een bal. Oh, dat is voor mij. Ik heb ook een beetje snoep, hè? Ja, dat deed ook mee met de challenge. Of heb je dat voor Vera gekregen? Ja. Oh, dat is het lief voor je, Vera. Ah, jij hebt die gekregen. Oh, heel lekker. Kijk er ook eentje van je. Nee, dat wordt lastig. Je mond zit helemaal vol. Ja, wat? Dat doe je toch zelf? Kan je dat ook met voor Pip? Oh, nou. Ja, dankjewel. Nou, eet ik het op. Moeilijk voor mij. Niet voor jou, nee. Oh, die is al heel erg lang, Vera. Die is nog langer dan jou? Nou, oké. Okay. Niet helemaal, niet helemaal. Nee, helemaal een beetje. Zo ja, dan word je heel lang. Dan word je extra lang van. Of heel dik. Nou jongens, onze missie is zeker gestaard. Oké, we hebben nog... hoeveel was er bij de snoep? 9 euro. 9 euro in totaal. Kijk eens, Vera. Heel veel lekkere snoepjes hebben we. Mag er eentje van je? Oh, oh, oh. Oh, ik ga iets krijgen, jongens. Nou, we gaan zo even laten zien wat Vera allemaal gekocht heeft. Oh, ja, maar eerst even allemaal een snoepje. Snoepje voor Pip. Nee, nee. En een snoepje voor Sam. En... Oh, dankjewel. Wat heb je? Wacht, zal ik helpen? Sam, die vertikt het ook gewoon zijn snoep. Ja? Oh, nou, we hebben een... Au. Oké, wat hebben we allemaal? Laat maar zien. Ja, een boekje hebben we. We hebben dit hebben we gekocht. Stiften voor de kleurplaat. Stiften voor de kleurplaat. Een stressbal. Octopus stressbal, ja. We hebben dit jongens. Dit is stressbal. Twee Sinterklaas. Oh, twee Sinterklaas. Jij denkt één Sinterklaas niet genoeg, we doen nog wel lekker twee. Wat is dat dan? Maar Vera, weet je ook überhaupt wat het is? Wat is dit? Sinterklaas. Dit is toch geen... Oh, dit is wel Sinterklaas. Je hebt hem gelijk, ja. Ja, we hebben slijm, hebben we. Flamingo. Een roze flamingo. Nee, een paarse. En wat is dat? Oké, je kan het... Nou, het is niet om op te eten, denk ik. Hé, hey, en dat was het volgens mij. Nee. Oh, dat was het niet. En nog meer slijm. Hé! Hey! Dit als we zo meteen met mijn mama thuis moet ik dit even met een schaartje. Even met een schaartje, ja. Hé, hey Vera, wat vind jij het allerleukste wat je hebt gekocht? Is het dit, of is het die bal, of is het... Oh ja, dit hadden we ook nog, jongens. Dat heb ik net niet laten zien. Maar we gaan het dan... Wel, hè? Jongens, dat zie je maar. Dat kan ook klein zijn. Ik wil deze dik, die stiften. Kan je nog één keer een high five van je? Goed gedaan, meisje. Oké, okay, nou, wij gaan er nu even door. Tot de volgende keer, zeg maar. Doei! Doei!